De Sparta Max is weer terug. Hij heeft een mankementje en dat gaat als volgt. Normaal gesproken als je hem aanzet, zo, dan kun je gewoon met duimgas gas geven. Maar dit klinkt niet goed. Oh, nou, nu duurt het al niet meer. Dus dan staat hij in een positie dat hij helemaal niet wil. De trappen ronddraaien. Nou, dat heeft hij ook niet door. Geef je het wiel een zetje. Dan doet hij het wel. En dan heb je in dit geval 54 km per uur op de teller. En als je gaat trappen. Nou, dan doet hij het ook weer. Maar vanuit stilstand. Ja, doet hij niks. Klein beetje verzetten. En als hij hem dan pakt, dan hapert hij ook. Je hoort hem trillen. Dat gaat niet soepel. Dus dat heeft alles te maken met het aansturen van de fase. De drie kleuren. Geel, blauw en groen. Dus er kan een probleem met de controller zijn. Of een probleem met de bedrading. Ik denk niet dat het aan de motor ligt. Want als die één keer op gang is. Dan gaat hij als de brandweer. Dus waar gaan we beginnen? Hier zit alle techniek in, alle elektronica. Dus daar gaan we eerst maar eens kijken. Ik zal eerst even de stroom eraf halen. Zo. De controller. En alle bedrading. Nou, deze draden zien er goed uit. Oh, kijk. Jeetje. Nou, dat is duidelijk. Hij mist dus gewoon een fase. Moet je nagaan. Dus hij kan het op twee fasen doen. Is dat echt zo? Ik ga hem eens aanzetten. Kijken of hij het dan nog doet. Zo. Duimgas doet niks. Zetje geven. Ja. Nou ja, als het echt alleen deze draad is. Ja. Dan zou je zeggen, is het een easy fix. Nou, ik ga hem eens even solderen. En daarna kijken we verder. Nou. Hier moet even zo'n nieuw oogje aan. Zodat we hem hier weer op vast kunnen maken. Je kunt best veel kracht zetten met dit stukje van de tang. Dan druk je hem samen. Dus dat ga ik nu even doen. Dat zit wel. Ja, ik heb er nog even een krimpkousje omheen gedaan. Want ik zag dat de draad ook wat beschadigd was. En ik zie dat bij deze gele ook al. Je ziet al glimmende stukjes. Dus dit is een, ja, een kunststof wat er omheen zit wat hard wordt. Ja, dan gaat het breken. Deze blauwe lijkt nog aardig, maar die gele... is eigenlijk ook niet meer oké. Tja, ik kan de tape omheen doen. Of toch even een krimpkousje. Nou, doe toch maar een krimpkousje.
Zo. Geel op geel. Voordat we de boel dichtmaken, testen. Okay. Contact. Computer aan. Duimgas. Even omhoog, zo. Kijk. Ah. Nou, dan loopt hij tot 58 km per uur. En dit, ja, dat werkt ook nog. En als ik hem op zijn allerhardst zet, ja, dat is prima. Probleem opgelost.